Met nog minder dan 3 maanden tot Zwarte Zaterdag stapelen de problemen voor Schiphol zich op. Personeelstekorten, dreigende stakingen, ze zorgen voor eindeloos lange rijen en annuleringen op onze nationale luchthaven. Nou, komend weekend moeten we rekening houden met grote drukte. Je voelt het aan je schouders, je voelt het aan je rug. De werkdruk is zo hoog geworden. Op dit moment zie je dat er dus heel groot personeelstekort is. Dat we 1100 à 1200 koffers op een dag per persoon moeten tillen. Veel te weinig mensen, dan neemt de werkdruk nog verder toe. Ik ben bang dat we niet aan tijd door kunnen komen. Hè? En dat is gewoon niet te doen. De meivakantie op deze manier, dat doet pijn. Wij hadden dit natuurlijk niet verwacht, niet voorzien. Daar bied ik ook mijn excuses voor aan onze passagiers. En dan komt het tot een uitbarsting. Wat willen we? Actie! Ja, zojuist komt ook het bericht binnen dat Corendon, natuurlijk een grote reisorganisatie, per direct 100.000 vliegvakanties gaat verkopen vanaf 4 Duitse luchthavens. Was deze week in jouw krant al wel aangekondigd, maar 100.000. Dus wat zegt het dat zij uitwijken naar Duitsland? Nou ja, zij redeneren van je kan beter een paar uur rijden naar Duitsland. En als je daar binnen een half uur door bij je vliegtuig staat, dat geeft meer zekerheid dan in de zomer vanaf Schiphol. Maar dit is heel veelzeggend over hoe erg het is op Schiphol, ja, toch? Ja, het is echt een ontzettend slecht signaal voor onze nationale luchthaven. Dat was altijd een internationaal, nationaal vlaggenschip. En dat verandert nu in een modderschuit. Ja. Het is toch echt niet te geloven maar wat hier gebeurt. Hoe komt het dat in toch relatief korte tijd, natuurlijk, we hebben de coronacrisis gehad, maar dat het nu zo misgaat? Nou ja, kijk, Schiphol heeft niet tijdig genoeg geanticipeerd op dat er dus een krapte is in de arbeidsmarkt. En zij zijn toch afhankelijk ook van mensen. Dus als jij in november hoort dat er overal geld bij gedaan wordt, bij de posterijen, in de horeca, en jij doet zelf niets, hè? Want je moet je voorstellen, Schiphol is zelf verantwoordelijk voor, of die zet contracten in de markt bij beveiligingsbedrijven en die doen die bagagecontrole, waar nu die rijen voor staan. Dus op het moment dat je ze niet voor 12 euro kunt krijgen, misschien moet je dan net zoals de GGD 20 euro gaan betalen. En waarom doen ze dat dan niet? Is er geen geld voorhanden? Of hoe zit dit? Nou, kijk, Schiphol heeft het natuurlijk zelf ook financieel moeilijk. Maar je moet je voorstellen dat Schiphol is een staatsbedrijf. En ze zijn gebonden. Ze moeten een bepaald rendement moeten ze draaien van de overheid. Nou, misschien moeten de overheid als aandeelhouder zeggen, misschien moeten we dit jaar in plaats van 7% rendement eens een keer koersen op 5%. Worden die gesprekken gevoerd ook nu? Die indruk heb ik op dit moment helemaal niet. Nee. Dat is toch raar dan? Dat, minister Kaag heeft gezegd, Schiphol moet het zelf maar oplossen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje makkelijk als je deze chaos ziet. En ook minister Harbers van Infrastructuur. Ik was stom verbaasd dat hij zei van, dit is niet op korte termijn op te lossen. Hm. Jongens, gaan we toch even, moeten gewoon even met z'n allen om tafel. Om vind hier je dat ook, Arendo, dat ook Den Haag hier zich mee moet bemoeien? Den Haag ook, maar het is wel tamelijk stuitend dat de directeur van Schiphol pas na 2 weken op de televisie komt om zijn excuus aan te bieden. Bovendien, de meivakantie die stond al vorig jaar in de boeken. Dat is ook niet geen verrassing. Dat is elk jaar zo eigenlijk. Dus die heeft het slecht gedaan, vind je dat? Heel slecht gedaan. En hij deed een beetje of het hem overkomen was. Maar zo is het natuurlijk niet. Nou ja, en als inderdaad de Kaag en het kabinet de basis van Schiphol, dan zouden ze toch hard gesprek moet hebben met deze directeur. Ik denk dat het een beetje mooi weermanagement is. Dus dat zo'n Benschop, heet die meneer, dat hij, dit is een politicus van huis uit, dat ga ik wel even doen en zo, maar niet een ambacht om een bedrijf te leiden. Nee, maar kijk, dat kan natuurlijk, hè, dat je als Schiphol wordt eigenlijk al jaren, decennia geleid door mensen zonder luchtvaartervaring. En zonder logistieke kennis en ook zonder visie op wat Schiphol zou moeten zijn. Hè, we hadden eerst, richtte Schiphol zich heel erg op dat overstapnetwerk, wat met name door KLM wordt gedragen. Maar sinds 2015 hebben ze allemaal prijsvechters op de luchthaven toegelaten. En passagiers van prijsvechters, die stappen in en uit en toen bleken de deuren te smal. Dus in 2017 was er ook al een crisis. Nou, toen hebben ze meer beveiligingsdoorgangen gemaakt, dus meer van die poortjes. Maar nu zitten ze dus weer met een personeelsprobleem. En zelf zegt hij tegen jou in een interview dat hij daar in januari vorig jaar wel mee begonnen is. Maar ze zijn toch te veel met elkaar bezig dan in plaats van de handen aan de ploeg te slaan. Ja. En dat is natuurlijk wel waar het nu uiteindelijk dan op aankomt. Er moet gewoon iets gebeuren. Die mensen moeten aangetrokken worden. En als Dick Benschop dat niet kan als politicus, dan moet hij gewoon iemand naast zich hebben. Wat verdient zo'n Benschop dan? Wat krijg je hiervoor? Nou ja, die verdienen vorig jaar 5 ton.
Nou, dan mag je toch wel even wat eerder reactie geven als er iets misgaat. Ja, en je kunt je... Hij had corona, toch? Daarom of Corendon, reageerde dat weten we niet eigenlijk. hij was ziek, heeft hij deze weken gezegd. Nou ja, dat zal allemaal wel, maar dan moet er gewoon iemand anders staan uit de directie. En je kunt je ook afvragen, hoe houdbaar is iemand nog op het moment dat hij 12, nou ja, of 14 dagen straks de boel in de soep heeft laten lopen? Stel je voor dat Albert Heijn 14 dagen niet bevoorraad zou worden. Zou de topman van Albert Heijn er dan nog zitten? Wat denken jullie? Denk het niet. Nee, maar kijk, Schiphol is een monopolist. Hè? Ja. Dus in die zin, ja, wat er ook gebeurt. De meeste luchtvaartmaatschappijen die hebben gedwongen winkelnering. Maar je ziet dus nu dat Corendon al uitwijkt naar het buitenland. Maar is dat Lelyveld dat niet opengaan? Hoort dat ook bij dit probleem eigenlijk? Nou, dat is met name een politiek probleem. Maar ja, ook daar hebben ze daar de handjes dan nu wel. Dus in die zin is dat niet een oplossing voor nu. En kijk, stel je voor ze zeggen morgen Lelystad Airport gaat open. Dan is dat maar 4% van het aantal vluchten wat eventueel gefaciliteerd zou kunnen worden. Het zou iets helpen, maar zijn daar die handjes dan wel? Ja. Maar wat staat ons dan voor zomer te wachten? Want we willen toch graag op vakantie na die 2 coronajaren al helemaal. Ja, we willen heel graag op vakantie. En Schiphol dreigt de zomervakantie nu voor ons allemaal eigenlijk een beetje in het water te gooien. Dus wat ze moeten doen, is als een haas aan de slag om die handjes erbij te krijgen. En dus meer salaris betalen, is dat... Salaris betalen, vluchten uitplaatsen, misschien grotere spreiding over de dag. En en met z'n allen de stoelriemen vast en hoop op het beste. Ja, een actieplan. Fasten your seatbelts en ook...